weer goed doen? Perfect vandaag. Ik heb net de persconferentie gekeken. Dus ik heb net mijn opruimen opgeruimd, zeg maar. En nu is het tijd voor het laatste stuk. Het is woensdag en ik mag de dag weer beginnen op barbecue, want dat is een van Sarah's favoriete liedjes nu. Ik heb geen tijd voor thee, daar baal ik van, maar ik ga wel even snel een kiwi eten nu. We zitten in de auto en ik ga... Ja, Sarah gaat bij oma één keer in de week school. Wil je goed doen? Sarah is dadelijk bij oma op school. In ieder geval, bij oma op school. En dan heb ik de kans om even goed huis toe te gaan, want je... Op school? Ja. Voor school? Oma school. Op school bij oma. En ik ga weer gym krijgen. Oh, weet ik niet of je dat hebt afgesproken. Voor ik even mijn broertje gymles geven, maar misschien wel. En dan heb ik de kans om even thuis echt flink wat dingen te doen. Want dat lukt ook niet echt, omdat... Oh. Ja, er wordt natuurlijk best wel veel van je gevraagd elke keer met school. Ik zou een tennisracket moeten meenemen. Want stel, ik ga weer oefenen tennis. Heeft oom geen tennisracket dan? Ja, hij heeft er maar één. Oh, oké. Okay. Maar voor oefenen is dat wel genoeg. Ja, maar ik wil met oma dan weer, dat hij weer naar mij gaat. Ja, maar misschien is het wel goed om eerst nog een keertje techniek te oefenen dan. Maar dan kunnen we daar voor de volgende keer aan nadenken. Dan spreken we het ook echt af. Je hebt thuis een eigen racket, een kinderracket natuurlijk. Witte. Die is kleiner dan de volwassenen. Ik ben weer thuis en ik ga eerst even... ontbijt deel 2 maken. Ontbijt altijd in 2 delen. Ik val bijna altijd. Want ik krijg nooit zoveel weg in één keer. Ik ga lekker even brood roosteren. En dan ga ik echt even flink gebruik maken van de tijd die ik nu heb. We eten ook bij mijn moeder dadelijk. Dus ik hoef ook niet te koken vandaag. Dat scheelt. Dus ik kan echt aan de slag. En dan als het richting etenstijd gaat, gaan we weer en aanschuiven. Perfect vandaag. Ik ga beginnen met backups aanzetten. Want die moeten ook gedaan worden. En dan is dat ook weer helemaal bij. Dan loopt mijn computer niet meer zo vast. Want dat is de bedoeling. En dan ga ik nog huishouden doen en opruimen. Maar eerst nu dit aanzetten. Ik zag net dat sommige sticks bijna vol zijn en daar heb ik nieuwe voor nodig. Maar alles wat ik al gedaan heb, dat staat er dan in ieder geval op. Dus dat is de bedoeling. Ik heb net de persconferentie gekeken. En dus hebben we mogelijk... In no time een avondklok, waar ik niet blij mee ben. En ik snap ook nog steeds het nut ervan ook niet. Want wat ga je dan krijgen? Dat mensen massaal om dezelfde tijd naar de supermarkt gaan. Want als je niet later kan en je moet bijvoorbeeld eerst werken, ja, dan kan je niet vroeger. Dus ja, slim. Heel slim. Maar ik zal me er verder niet te veel over uitlaten. Ik heb even een soepje gemaakt, dus ik ga even lekker lunchen. Backups lopen, ik heb al een heel stuk van de zolder weer gedaan. En Sarah die is goed aan de school bezig. Ik heb net ook even geappt. Dus we komen nog wel ergens vandaag. Lekker soepje met balletjes. Marco is net thuis gekomen uit werk. Dus ik heb net mijn opruimen opgeruimd, zeg maar. Ik heb heel veel op de zolder gedaan, dus... Maar om goed op te ruimen maak je een rommel. Maar dat heb ik dus net weer een beetje aan kant gemaakt. Zij had vanochtend ook al heel lief al de speelgoed daar opgeruimd. Dus dat wordt wat beter. En het is nog steeds wel een rommel daar. Maar het is wel weer vrij om te lopen. En we gaan er wel komen. En dan als die hele zolder helemaal klaar is, dan kan die ook opgeknapt gaan worden. En daar heb ik echt zin in. Maar ik wil het wel echt goed doen, want anders loop je zo weer vast.
En nog van alles in huis gedaan, wasje strijd, noem maar op. Dus daar ben ik echt moe van. Maar ik heb wel echt goed gebruik gemaakt van deze dag. Dus dat is top. We zitten in de auto onderweg naar mijn moeder. En dan gaan we eten. En ik ga weer naar mijn meisje toe. Ik kan nooit wachten. Ik vind het wel echt te lang geweest. Ze was echt raar. Je deed die autowisselvloeistof. Toen leken die lampen opeens paars. Zag je dat niet? Ja. Dat is grappig, een beetje regenboog effect. Sarah is er weer hier. En jullie zien me niet? Huis. Nee, of ben oh. Ja, superheld Sarah. En nu is het tijd voor het laatste stuk van de Penosa film. En dan zijn we helemaal Penosa klaar. Ik ben wel echt benieuwd hoe het afloopt. Want er gebeurt zoveel in deze film weer. Maar je moet hem aanzetten. Ja, ik ga hem aanzetten. Ik wil hem zien. Hier zit op je telefoon. Je Penosa aanzetten. Even bezig. Nou. We hebben net Penosa eindelijk echt helemaal afgekeken. Dus de serie en de film. En we moesten eigenlijk echt nog maar een half uurtje, maar dat werd gisteren te laat. Dus we zijn gelijk begonnen in The Walking Dead. En ik moet zeggen, ik hou echt wel van goede series kijken, maar omdat we zo weinig kunnen, gaan die series me eigenlijk een beetje tegenstaan. Maar goed, hè? Wat moet je dan? Er komt ook die avondklok aan. Maar daar heb ik het al genoeg over gehad. Oké, de vraag dus. Wat doen jullie momenteel? Om dus die avonden door te komen. Even, je ging nog eens naar de bioscoop of soms stappen. Niet heel veel meer sinds Sarah, maar... of even bij iemand langs. Of uit eten, weet je. Allemaal dat soort dingetjes. Want dan ben je ook al later thuis. Ja, alles is dicht. En die sleur... Het zit er zo in en het haalt zoveel motivatie uit je... Wetende dat het echt nog zo lang... Het kan nog jaren duren eigenlijk, zelfs in principe. Dus ja, wat moet je dan? Ik wil ook niet de rest van mijn leven naar de tv kijken alleen maar elke avond. Dus ideeën zijn echt meer dan welkom. En eigenlijk vind ik het altijd leuk om mijn ideeën te delen, maar... Ik ben koos-ideeloos. Ik wil ook naar bed gaan, maar vandaag is het ongedraaide wereld... Want ik wilde dus alles opruimen. Komt Marco naar beneden om te eten. Want ik kon niet slapen en die had honger. En ik ben niet scherp. Waarom ben ik niet scherp? Hallo? Nou, hij wil me niet scherp stellen. Oh, daar ben ik weer. Dus ik ga naar bed. Eet smakelijk nog verder. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei.